hoofdstuk 2 lezen we. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie wijzen uit het oosten kwamen te Jeruzalem en vroegen, waar is de koning der Joden? Waar is de koning der Joden? Ja, hou dat vast, die geboren is. Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en wij zijn gekomen om hem hulde te bewijzen. Toen Herodes hiervan hoorde, ontstelde hij en geheel Jeruzalem met hem. En hij liet al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk vergaderen en trachtte van hen te vernemen waar de Christus geboren zou worden. En zoals het verder volgt, zij zeiden tot hem, te Bethlehem in Judea, want aldus staat geschreven door de profeet, en gij Bethlehem, land van Juda, zijt geenszins de minste onder de leiders van Juda. Even tot zover. Waar is de koning der Joden die geboren is? Herodes, zien wij, was koning. En een koning is een man of een vrouw, hè, koningin, hè, op één na hoogste adellijke titel en is een soort monarch. De hoogste adellijke titel is die van keizer. Die heerst over verschillende gebieden, verschillende meerdere gebieden of landen of eilanden. Maar het is mooi, de Heere Jezus is de koning en geen keizer. Want waar hij over heerst, omvat al alles. Daarbuiten, buiten hem is er geen één. Bestaat er geen enkele koninkrijk. Hij is de koning en zijn koningschap is een koningschap. Hij de koning der koningen en de heer der heerscharen. En men noemt hem en men zegt het koninkrijk der hemelen. En het koninkrijk der hemelen omvat al alles. Waar is de koning der Joden die geboren is? Herodes hoorde dat en werd nerveus. Hij ontstelde en heel Jeruzalem. Als we die twee gaan vergelijken, de wijzen die uit het oosten kwamen, die een lange periode erover hebben gedaan om daar te komen, en hoe Herodes reageerde, zien we dat Herodes, hij was koning, hij dacht daar komt een concurrent. En in die tijd, in Nederland zie je Albert Heijn, die neemt alles over. Zodra er een andere winkel komt, zetten ze weer een kleine winkel daar. Om die andere winkel eigenlijk, sofokah, om het dood te laten bloeden. Begrijpt u? Want ze dulden geen concurrentie. In die tijd van koningen, werden koningen uitgeschakeld. En vandaag in de dag is er nog steeds concurrentie. Laat ons kijken bij een voetbalploeg. Als jij middenvelder bent en er komt een andere ook nog, dan moet je harder gaan werken, want je wil je positie niet kwijtraken. En koning Herodes was een koning die dacht aan zijn positie, aards gericht. Maar die wijzen die van ver kwamen, die hadden het over om hem te komen aanbidden. Met een hele andere houding. Waar is de koning der Joden die geboren is? Koning Herodes was zelfs van zins toen hij hoorde dat de wijzen hem om de tuin hadden geleid. Hij zei, ga en als je hem vindt, kom het mij vertellen. Zodat ook ik zogenaamd hem kan gaan aanbidden. We zien hier iemand die aardsgericht is en mensen die eigenlijk hemelsgericht zijn. Mensen die anders gericht zijn. Koning Herodes, toen hij om de tuin geleid werd, omdat de wijzen kregen het bericht niet langs dezelfde weg terug te gaan, ging en wilde alle kinderen, daar heb je het ook weer, als het ware een soort genocide, om een gedeelte uit te roeien, dacht hij alle kinderen van 2 jaar en jonger uit een bepaald gebied uit te roeien. Hij dacht zo die ene koning uit te kunnen roeien, zijn mogelijke concurrent
uit te roeien, zodat hij alleen koning kon zijn. Maar deze koning, de koning der Joden, de Heer Jezus Christus, is geen koning, geen aardse koning die je kunt uitschakelen. Deze koning, waarvan wordt geschreven dat hij de koning der koningen is, is niet uit te roeien. We hebben wel eens gehoord, heeft u gehoord van Diana? Diana, hoe noemen ze haar? Queen of Hearts of van prinses van Engeland of zo. Ze was zeer innemend, maar niet innemender dan mijn vrouw natuurlijk. Huh? Maar voor haar tijd hebben ze haar niet gekend. En na een tijdje zullen ze, als de Heer vertoeft, zullen ze ook niet aan haar denken. Maar de Heer Jezus is die koning die eigenlijk de harten verandert. Waar is de koning der Joden die geboren is? Waar is die koning die eigenlijk dieper gaat dan alleen de aardse beperkte dingen? Waar is die koning die veel dieper reikt? Ik weet niet aangaande u, maar op Aruba, als je bij de juiste politieke partij bent aangesloten, ben je zogenaamd, zolang die regeringspartij aan de macht is, ben je verzekerd van een baan. Wanneer een wisseling van de wacht komt, dan word je ook weer gebonjourd. Ik weet niet, hier in Curaçao is het anders natuurlijk, hè? Niet? Ja, kijk, Tom's op, ja. Maar als we kijken, wanneer koninkrijken komen, kunnen ook koninkrijken weer gaan. Ze zijn vergankelijk. Mensen zijn beperkt. Maar het koningschap van de Heer Jezus Christus, dat bracht iets anders. In Matteüs hoofdstuk 4 zien wij wat de Heer Jezus teweeg bracht. Matteüs hoofdstuk 4 vanaf vers 12 staat geschreven: toen hij, met de hoofdletter, de Heer Jezus, vernam dat Johannes overgeleverd was, trok hij zich terug naar Galilea. En hij verliet Nazareth en ging wonen te Capernaum, aan de zee, in het gebied van Zebulon en Naphtali, opdat vervuld zou worden het woord door de profeet Jesaja gesproken, toen hij zeide: het land van Zebulon en het land van Naphtali aan de zeeweg, over de Jordaan, Galilea der heiden. Het volk dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien. En voor hen die gezeten zijn in het land en de schaduw des doods, is een licht opgegaan. En er staat geschreven: van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het land wat in duisternis is gezeten. Weet u wat? We hebben verschillende noden en we hebben verschillende problemen. Een koning kan aan de buitenkant omstandigheden veranderen. Maar hij kan niet wegnemen de pijn, de hurt, de frustratie wat diep binnen in een mens zit. De vragen waarmee een mens kan zitten. Alleen die ene koning komt dat. De koning der koningen. Waar is de koning der Joden die geboren is? Ik moet zo denken aan die tijd dat ik op Aruba aan het leren was en achter mijn bureau zat en ik was gewend om met luid muziek te leren. Ik weet niet waarom. Dan ging het met die noten, gingen al die breuken en al die formules gingen er makkelijker in. Sommigen leren wanneer het stil is. Ik leerde alleen met heel hard muziek. U denkt misschien, wat voor een is dat? Maar ik leerde met heel hard muziek en zo kon ik goed de dingen absorberen. Maar terwijl ik daar achter mijn bureau zat, en ik was een nette zondaar, van school ging ik naar huis, netjes mijn huiswerk maken, voetbal oefenen, ik ging niet naar feesten, maar ik was net zo erg zondaar als iedereen anders, want ik zou ook verloren gaan. Terwijl ik daar achter mijn bureau zat
en een geweldige leegte in mijn hart had, was er niemand die die leegte kon weghalen. Geen politieke partij, geen vader of moeder. Ik ben op zijn Surinaams opgevoed, weet u wel, met die slipper en die pollepel. Ik heb heel veel pak slaag gekregen, maar ik heb het verdiend ook nog. En zo zelf kan ik met blijdschap erover praten, omdat het mij heeft bespaard van veel dingen. Maar wat mijn moeder niet kon weghalen of kon geven, dat was om die leegte die binnenin was, om dat weg te halen. Ik ging langs de radiostations, de Arubaanse radiostations, Kaal Kelkboom en al, om muziek te hebben, om die leegte in mijn hart weg te halen. Ik vond geen één. Dus ik ging verder naar rechts. Weet u waar de Venezolaanse zenders zijn en de Colombiaanse met de cumbia's en de noem maar op. En dat is ritmevol muziek. Hè? Als dat geen verandering brengt in je leven, dan weet ik het ook niet. Maar dat bracht geen verandering. Terwijl ik zo naar rechts ging, was er één station wat boven allemaal uitging. Hoe ik het wist, weet ik het niet, maar ik zei, daar praten ze over God, daar moet ik het niet op laten. En ik ging verder naar alle radiostations, maar niks wat mijn hart kon bevredigen, die leegte kon weghalen. En op weg terug dacht ik, weet je wat, ik laat het op die radiostation. En de eerste de beste onzin wat ze uitkramen, gaat er een dikke rode streep door. Weet u welke radiostation dat was? Victoria, maar ook Transworld Radio. Ja, ik liet het daarop en ik luisterde en het heeft me aangegrepen. En op school, als de kinderen problemen hadden, kwamen ze altijd naar mij om advies. Ik weet niet wat voor advies ik ze gaf, want ik was niet bekeerd, maar ze kwamen naar mij. En op die dag hadden ze een soort, weet u, hoorspel, weet u, een toneelstuk over de radio. En er was een gezin, gelovig gezin, waarvan de dochter thuis moest komen met het verhaal, papa, mama, ik ben in verwachting. Nou ja, vandaag aan de dag zegt dat niks, maar in mijn tijd was dat taboe. Dus ik ging op het puntje van mijn stoel zitten. Ik dacht, als zij haar ouders vertelt dat ze in verwachting is, ze laten haar alle hoeken van de kamer zien. Dus ik ging op het puntje van mijn stoel zitten. Ik denk, wat gaat er nu gebeuren? En ze kwam thuis, ze zei, papa, mama, ik moet u wat vertellen. Oké. Papa, mama, ik ben in verwachting. Ik dacht, nu gaat het gebeuren. En die ouders zeiden, schat, we zijn niet blij met hoe de dingen zijn gegaan. Maar weet je wat, we vergeven je en we gaan je helpen. Schouders eronder. Mijn hoofd duizelde, ik begreep het niet. Terwijl mijn hoofd duizelde, was er wel vrede in mijn hart, dat ik dacht, ja, maar zo hoort het. En dat trok mij om elke dag, om een bepaald tijdstip, ging het de lucht in, glipte ik van de woonkamer, waar ik zat met mijn ouders televisie te kijken, glipte ik naar de kamer, ging ik stiekem naar die radiostation luisteren. Later vertelde mijn moeder dat ze het wist. Ik dacht, ik doe undercover, maar ze wist het. En elke keer ging ik luisteren en die boodschappen die grepen mij. Het deed wat in mijn hart. Ik ben protestants opgevoed, EBG, Evangelische Broedergemeenschap. Ik zie sommigen knikken. Hè? En equivalent aan de Hernhutters van Duitsland. En ik ging koud naar de kerk. Ik kwam de kerk koud in en er kwam weer de kerk koud uit. Het deed me niks. Maar, als je me zou vragen wat het beste was, zou ik zeggen, protestant is het beste. Waarom? Want ik ben protestant. Op een dag luister ik naar die radiostation en mij vertelde over Noach. Dat God tegen Noach zei, bouw een ark, want hij gaat een eind aanmaken. En ik dacht bij mezelf, op een christelijke school heb ik gezeten, en ik dacht bij mezelf, ik ben niet gek. Men zegt dat Jezus terugkomt en velen geloven er niet. Ik neem het wel aan. Ik zei, heren, weet u wat? Wijs me de waarheid. Of het nou katholiek is, protestant of Jehovah's getuige.
Ja, voor mij, zoals ik al zei, protestant was het beste. De mensen op Aruba zijn overwegend katholiek. En de Jehovah's getuigen kwamen elke zondag aan de deur. Gingen mijn broer en ik schuilen. Zijn ze weer weg? Kwamen we weer tevoorschijn. Ik vroeg de Heere God, wijs me de waarheid. Of nou katholiek, protestant of Jehovah's getuigen is. En ik kon me zo voorstellen. Ik wist zeker dat God me de waarheid zou wijzen. Want op Aruba heb je een gebied in die tijd, Westpunt, waar de zee beukt tegen de rotsen. En ik kon me zo voorstellen als een jongetje van 2 jaar zijn vader zou vragen, wanneer het pikken donker is, papa, welke kant moet ik op? Zal de vader niet in zijn handen wrijven zeggen, die kant, aan de kant van de rotsen en het woeste water. Zijn vader zou hem rustig in zijn armen opnemen. En het kind zou rustig in slaap kunnen vallen, want hij is bij papa. Zo'n rust kwam over mij en ik wist, God gaat me de waarheid wijzen. En ik kwam in Nederland en daar heeft God me de waarheid gewezen. Niet omdat het Nederland is hoor. Maar God heeft me de waarheid gewezen dat het niet is katholiek, protestant of Jehovah's getuigen. Maar het is alles te geloven wat het woord van God zegt. Toen kwam er rust en vrede in mijn hart. Waar is de koning der Joden? Hij is degene die die rust bracht waar ik geen rust had. Hij is degene die die vrede bracht waar er geen vrede was. Ik weet niet aangaande u, maar Surinamers, die hebben een slechte gewoonte, althans de kennissen van mijn moeder, om net 's avonds te beginnen. Wat lacht u? Om net 's avonds te beginnen om die leuke verhalen te vertellen. Over spoken en over die ene zag dit en die andere die zag dat. En als kleine jongen hoor je dat natuurlijk. En als je rustig ligt te slapen. En op Aruba en Curaçao, wanneer het 6 uur is, dan is het donker. Hè? Ik bedoel, dan is het echt donker. Terwijl je daar ligt en het is donker, dan hoor je buiten. Auw! Ah. Zelfs als een jongeman van 16, 17, 18 jaar. Hé, dan ben je stoer, toch? Hoeveel jongelui hebben we hier van 16, 17, 18? Dan ben je stoer. Maar dan durfde je niet bij een begraafplaats langs te lopen. En ik durfde niet in die straat te gaan waar mensen net overleden waren en dat ze 7 dagen velorio hadden. Wat een ellende, zeg. Gehuil, gejammer. Gewoon weg. Eng. Ik had geen rust. Ik had geen vrede. Ik was bang. Op Aruba woonden we in een huis wat je noemt Casa de Gobierno. Een gouvernementshuis. Dat zijn van die villa's die heel erg klein zijn. De toiletdeur was ongeveer 1,5 meter of 1 meter van mijn bed. Maar 's avonds durfde. Maar ik plas er niet in mijn broek, dus je moet niet dan denken. Maar ik durfde niet naar de toilet te gaan 's avonds. Ik was bang. Geen rust, geen vrede. En als ik dacht aan de dood, kwam dat door mijn gedachten. De dood, niks kennen, niks weten, niks zien, niks. En dat overviel me en er kwam zo'n angstaanval over me. Over de duivel, ja, God had alle macht, maar met de duivel kun je beter niet sollen. Er was zo'n angst, beheerste mijn leven. Maar ik ben dankbaar dat de koning der Joden, dat Jezus, toen hij in mijn leven kwam, toen bracht hij de verandering. Begrijpt u nu dat de ene die komt van heel ver en die vraagt naar de koning der Joden. En die vraagt en wil graag die ontmoeting hebben. En die heeft er heel veel voor over. Heel veel voor over voor het echte. Voor hetgeen
wat ware rust geeft en wat ware vrede geeft. De Bijbel zegt, een vrede die alle verstand te boven gaat. Mijn zoektocht eindigde daarbij. Mijn vrees en mijn angst eindigde daarbij. Toen ik Jezus heb ontmoet. Die rust en die vrede die alle verstand te boven ging. Dat kwam in mij. Ik werd overtuigd. Ik kan me herinneren in Nederland als studenten. Ik woonde in Breda en ik had een paar studenten die woonden in Etten-Leur. En er kwam iemand bij hun op bezoek, een medestudent uit Amersfoort. En die kwam bij hun op bezoek en ze zeiden, hey Charlo, goede vriend van mij. We waren altijd de beste met sport en al die dingen. Knoppen, stoeien en al die dingen. En ze waren daar en op een gegeven moment, voordat Charlo wegging, zeiden ze, we kunnen niet weggaan zonder Humphrey eerst te bezoeken. En ze kwamen bij me langs, echt een christelijk tijdstip, 11:30 s'avonds. Maar studenten onder elkaar kan dat, hè. Kwamen bij me langs en op die dag, dat meisje vertelde me van de Heere Jezus. Het is niet dat ik nog nooit eerder van de Heere Jezus heb gehoord. Ik heb op een christelijke school gezeten. Ik heb belijdenis gedaan. Ja, dat was gewoon teksten klakkeloos leren en opzeggen en dan, nou ja, dan ben je binnen. Hè? Maar ze, op die avond vertelde dat meisje en sprak ze over de Heere Jezus. En er kwam iets, een overtuiging. Ik wist, ik was een zondaar. Ik wist, ik had Jezus nodig. Ik huilde als een kind. En ik wist, het was echt. Want ik schaamde me niet voor mijn beste vriend Charlo. Ik wist, het was echt. Ik had die ontmoeting daar met de Heere Jezus. En de volgende dag, het was op een vrijdagavond, de volgende dag ben ik met hem meegegaan naar de jeugdavond, naar de samenkomsten. En sindsdien ben ik nooit, door Gods genade, nooit meer weg geweest. Ik heb mijn leven mogen geven aan de Heere Jezus. En hij heeft mij al die tijd kunnen vasthouden. De koning der Joden. Dat maakt het verschil dat mensen die ontmoeting hebben met hem. Weet u, wij hebben datgene wat mensen daarbuiten nodig hebben. De koning der Joden, hij zegt op een gegeven moment, dreef hij boze geesten weg. En de mensen zeiden, door de overste der boze geesten drijft hij die geesten uit. Maar hij zei, nee, indien ik dat doe, is dat door de vinger Gods. En als dat is, dat betekent dat het koninkrijk der hemelen over u is gekomen. Wat is het koninkrijk der hemelen? Weet u wat dat is? Koninkrijk der hemelen, dat is wat de mensen nodig hebben. Dat is wat u nodig heeft, is dat hij komt, rust en vrede geeft. Dat is dat hij datgene geeft voor uw vrouw of voor uw echtgenoot als u een manspersoon bent. Dat is dat hij komt en datgene doet wat u nodig heeft voor uw dochter. Denk aan het dochtertje van Jairus. Die man die kwam en hij had een grote nood. En de Heer Jezus bracht daar verandering in. Dat is wanneer het koninkrijk wanneer het koninkrijk der hemelen komt. Wanneer de koning komt, brengt hij verandering voor uw matties, voor uw vrienden. Dat daar die vier vrienden, die verlamden, brachten naar de Heer Jezus, omdat ze wisten, hij kan het werk doen. En we lezen dat men was daar in het huis helemaal vol. En de Heer Jezus was daar en ze konden hem niet daar brengen. Maar ze dachten, we moeten onze vriend daar brengen. Bij die koning kun je zijn dat je weet, als ik mijn vriend daar breng, dan zal er wat gebeuren. Het is wanneer u belastingsproblemen, hoeveel hebben we belastingsproblemen? Dat is wanneer je problemen hebt met de belastingsdienst. Dan weet je net als bij Petrus dat hij een oplossing daarin kan brengen. Het is niet altijd zo dat hij moet gaan piskeren, hè? Dat hij moet gaan vissen.
om zo belastingsgeld binnen te brengen. Maar één ding weet ik wel, hij doet het wonder. Mijn vrouw en ik hadden een groot probleem met SSC. Ik noem die naam toch. Dat is een beurs. Ah, ze hadden, dat ding had ons in een wurggreep. We betaalden alleen maar rente. Ik weet niet hoeveel duizenden euro's. Alleen maar. Naar de mens gesproken, broeders en zusters, zouden we never, nooit daarvan afkomen. En dat ding had ons in zo'n ellendige greep, zeg. En dat kan je overvallen. Soms kunnen over problemen je overvallen. Maar gelukkig, die koning, Jezus, die geeft hoop waar er geen hoop is. En eigenlijk, weet u, ik weet niet wat Antillianen, althans, ik ben niet met geld opgevoed. Mijn moeder betaalde alles, ik hoefde alleen maar te tanken en alles werd betaald. Maar door deze probleem, ja, we betaalden alle dingen netjes, maar de Heere kon met een dumptruck komen. Weet u, dat is een vrachtwagen en hij kon hem in zijn achteruit zetten, bij ons thuis komen. Tst, en hij kon een lading euro's binnen laten vallen. Had hij kunnen doen. Maar de Heere, die maakte dat wij zouden opstaan. Het had geen zin om te zitten huilen. Oh Heere. De Heere maakte, soms doet de Heere een wonder, haalt hij wat op, weg, en doet hij een wonder. Maar soms zegt hij ook, Lantariba, kom, ga staan, kom, vermang je, kom, he, wees sterk. Maar wij hebben liever van, Heere, kom, pamper me, Heere. Oh Heere, help me, Heere, he, stop een lolly in mijn mond, Heere. Nee, wij moesten opstaan. En op een gegeven ogenblik zeg, dan ben je brieven zat. Maar de Heere die geeft je dan door het woord van God. Geeft hij je dan ingevingen. En dan verandert hij je attitude. Je zienswijze. Van oh wacht eens even. Op een gegeven moment kwam ik thuis. En ik zei goed nieuws. Goed nieuws? Ja, wat is er? Nee, goed nieuws. Volgende keer kwam ik goed nieuws. Als er een telefoontje was, was er vroeger van. Liever niet opnemen. Maar tegenwoordig. Telefoon 3, goed nieuws. Ja. En op een gegeven moment, brief, goed nieuws. Begrijpt u? Je attitude begon te veranderen. Oh, God is goed. En soms vroeg ik, ja, pap, wat is er? Ziet u? Er begon geloof te komen. Het is die koning die eigenlijk zelf in de meest bizarre en verschrikkelijkste omstandigheden een keer begon te geven. Het woord van God. En het deed me denken, elke keer als God een wonder deed. Even bij de Rode Zee. Onmogelijk. Moesten ze de staf omhoog. Moest Mozes de staf opheffen. En voordat ze uit Egypte gingen. Wat moesten ze doen? Bloed aan de deurposten strijken. Ze hadden dorst. Wat moesten ze doen? Mozes moest op de rots slaan. Ene keer was het water bitter. Wat moesten ze doen? Mozes doen? Een stuk hout in het water gooien. Even later lezen wij bij Jericho. Wat moesten ze doen? Kom, met een hele bulldozer tegen die muren? Nee, 6 dagen stilletjes eromheen lopen. En de 7e dag, 7. Broeders en zusters. Toen de bijl, de kop van de bijl, in het water viel. Wat moesten ze doen? Een stukje hout erin gooien. Met andere woorden, God heeft een wonder. Maar hoe wil hij dat doen? Moeten we sensitief voor zijn. We begonnen sensitief te zijn van, Heere, hoe wilt u dit doen? Om een lang verhaal kort te maken. De Heere heeft met dat ene probleem, heeft hij niet alleen maar dat opgelost, maar hij heeft dat opgelost plus andere dingen. En ik zal u zeggen, dat kan alleen de Heere doen. En dat wij nu samen gezellig op vakantie zijn, ook nog met het hele gezin. Huh? Waar is de koning der Joden? Die ontmoeting moeten wij hebben. Met de koning der Joden. Hij is degene die wij nodig hebben. En hij is ook degene
die uw vrienden en die uw kennissen nodig hebben. Als ik in het centrum sta van Den Haag, weet ik dat God iets heeft voor de mensen. En tegenwoordig vraag ik ze, wat heb je nodig? Er zijn veel zwervers, ook veel Antillianen die daar rondlopen. En dan vraag ik, wat heb je nodig? Sommigen zeggen, ze hebben eten nodig. En ja, een paar keer al ben ik eten gaan kopen voor mensen. Maar de volgende keer dacht ik, ik ga een andere tactiek doen. Als ik ga evangeliseren, neem ik een zak met krentenbollen mee. Maar dan soms zul je versteld staan dat sommigen zeggen van, dat moet ik niet. Dan is de nood niet groot genoeg. Maar ik geloof, op grond van het woord van God, God kan, wil en zal omstandigheden omdraaien. Hij kan het doen. We lezen het door het hele woord heen. Dat God zijn liefde wil laten zien aan de mens. Hij wil zich bewijzen dat hij bestaat en dat hij de mens lief heeft. Door een wonder voor ze te doen. Jonge mensen, jullie vrienden en kennissen op school, ze hebben Jezus nodig. Ik weet als jong persoon, had ik een grote mond met mijn vrienden. Maar als ik alleen was, dacht ik over het leven. Had ik geen oplossingen. Ze hebben jullie nodig. Mensen hebben jullie nodig. Ze hebben u nodig. Want u, als het goed is, hoeveel kennen de Heer Jezus? Als het goed is, heeft u het antwoord. U moet ze bij de Heer Jezus brengen. U moet zeggen, ik heb niet de oplossingen. Maar kom, wij kennen één die wel de oplossingen heeft. En dat is de Heer Jezus. Hij heeft alle oplossingen. Bij hem zijn er uitkomsten zelfs tegen de dood. Die ene vader die bij de Heer Jezus kwam. En hij zei, Heere, ik heb hem bij mijn discipelen gebracht. De ene keer wordt mijn zoon in het vuur geworpen, de andere keer in het water. Maar indien gij kunt, doe wat? Indien gij kunt. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die geloven. Laat ons de ogen sluiten, de hoofden buigen alstublieft. Halleluja. Ik wil graag een gebed doen. Er is een God die leeft en bij wie alle dingen mogelijk zijn. Hij is degene die ook voor u een wonder wil doen. Het onmogelijke is mogelijk bij hem. Al die wonderen en de tekenen die hij heeft gedaan in zijn woord, wil hij ook nu doen voor u. De Bijbel zegt, de Heer Jezus Christus is gisteren en vandaag dezelfde. Tot in alle eeuwigheid. De Heere God is hetzelfde. Hij is niet veranderd. Hij is die enige echte, eeuwige God. En zoals Hij is er geen ander. Als u hier bent en u heeft geen rust en vrede. En u kent de Heere Jezus nog niet. Maar u wil wel die rust en die vrede. U wordt aangevallen. Maar u kent hem nog niet. Maar u wil hem wel kennen. Er knaagt zonde aan u. U weet u bent schuldig. En dat u zo niet behouden bent. Maar u wil wel die zekerheid hebben. Wil ik eerst voor u bidden. Als er zo iemand aan deze plaats is. En u weet niet zeker een kind van God te zijn. U weet nog niet zeker behouden te zijn. U weet niet zeker als u sterft, dat u het eeuwige leven zult hebben. Maar u wil het wel zeker weten. U wil het wel. Dan zou ik zeggen, steek een moment uw hand omhoog. Als er zo iemand hier is. Als je niet zeker weet een kind van God te zijn. Steek een moment uw hand omhoog. En haal het dan weer naar beneden. Is er zo iemand hier? Halleluja. Wil ik eerst voor u bidden. Oké. Dank u, Heer. Voor degene die misschien hier zijn. U heeft deze morgen gehoord wat de Heere Jezus kan doen
dat hij de koning der Joden is. Dat hij degene is die de koning wil zijn, ook van uw hart. En dat hij wonderen voor u kan doen. En u bent hier en u zegt, ja, ik heb zelf een groot probleem. Heere Jezus, ik heb een wonder daar nodig, Heere. Dan zou ik willen vragen, steek een moment uw hand omhoog. Als er hier iemand is die een wonder nodig heeft, ja, dank u wel. Ook daar, ook daar. Oké, weet, alle dingen zijn mogelijk. Maakt niet uit van wat voor aard, op grond van het woord van God. De Heere Jezus is niet veranderd. Steek een moment uw hand omhoog. Halleluja. Dank u, Heere. Halleluja. Dank u. Kom, kunnen we allemaal bij gaan staan voor een moment. Halleluja, we gaan een gebed doen. En we gaan tot die levende Heer. En we mogen opmerkzaam zijn. Hij doet vaak de dingen heel anders. Hoe hij het voor de ene doet, doet hij het op een andere manier voor de ander. Het zijn niet altijd geëikte manieren. De ene keer moest Mozes een staf opheffen om het water te doen splijten. De andere keer moesten de priesters met de ark hun voeten in het water zetten. En de andere keer kwam de man Gods met zijn mantel en sloeg het op het water. En de Heere Jezus zelf, die wandelde op het water. Het is altijd verschillend. Maar dat hij een wonder kan, wil en zal doen, is één ding wat zeker is. Als u slechts kunt geloven. Halleluja. Dank u, Heere. Ik zou zeggen, laat ons met een luide stem bidden. Ook om degene te helpen die hier zijn en een wonder nodig hebben. Zeg, Heere Jezus. Ik dank u dat u dezelfde bent. Dat u niet veranderd bent. U bent dezelfde. U wil een wonder doen in mijn situatie. Daar waar ik het nodig heb. Heer, ik geloof het, Heere. Heer, ik dank u daarvoor, Heere. Heer, u zult mij sterk maken, Heere. Heer, u zult mij opdoen staan, Heere. Heer, u zult mij die gezondheid teruggeven. Heer, u zult de verandering brengen in mijn gezin. U zult de verandering brengen in mijn hartsgesteldheid. In mijn organen. Heer, in mijn werksituatie. Heer, ik weet niet hoe. Maar Heer, u zult het doen. Heer, ik weet niet hoe. Maar Heer, ik geloof, u zal het doen, Heer. Heer, ik dank u daarvoor, Heer. U bent de algenoegzame. Bij u zijn alle dingen mogelijk. En Heer, ik dank u daarvoor, Heer. Heer, ik zie uit, Heer. Heer, goed nieuws, Heer. Heer, oplossing, Heer. Heer, verandering, Heer. Heer, stabiliteit, Heer. Heer, ik dank u daarvoor. Halleluja. Halleluja. Ik zou zeggen, hef uw handen omhoog. Dank de Heer in uw eigen woorden. Dank u, Heer. Zeg, Heer, dank u, Heer. Ik geloof het, Heer. Heer, ik zie het nog niet, maar Heer, ik geloof het, Heer. Heer, u heeft het gedaan, Heer, voor andere, Heer. Heer, u zult het ook voor mij doen, Heer. Heer, u bracht daar leven, Heer, waar de dood daar heerste, Heer. Heer, u opende Bartimeus zijn ogen, Heer. Heer, die vrouw die aan 12 jaar aan bloedvloeien leed, Heer, heeft u genezen, Heer. Die vrouw, Heer, die 18 jaar, Heer, gebogen ging, Heer, met de geest van zwakheid, Heer. U heeft haar geholpen, Heer. En Heer, u bent dezelfde, Heer. Halleluja, Heer. Ik dank u daarvoor, Heer. In uw machtige naam. En ja, Heer. Uw woord zegt het, Heer. Zoals Jozua heeft beleden, Heer. Wat mij aangaande, Heer. Ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Geloof het. Halleluja, hou het vast. Halleluja, kom naar het woord van God. Kom naar de bidskunde. Kom naar de diensten. Halleluja. En weet dat God dezelfde is. Gisteren, vandaag, tot in alle eeuwigheid. Heren, we danken u daarvoor, Heren. In uw machtige naam. In de naam van Jezus. Halleluja. Geef de Heer een klap over en dank hem daarvoor. In Jezus' naam. Halleluja.